Dames en heren, welkom bij de tweede video van de Antwerp-carrière op FIFA 18. Voor we beginnen wil ik uiteraard iedereen bedanken voor de massale support op de eerste video, want alle ja, momenteel 143 likes, dat is gestoord. Dat heb ik nog nooit gehad en ik zou het ook op geen enkel andere video willen krijgen dan de die. Echt merci. En als je voor een of ander absurde reden de eerste video hebt gemist, de link staat in de beschrijving. Vergeet zeker niet deze video ook te liken en dan kunnen we gewoon verder. Vorige keer waren we uitgenodigd voor het Interland toernooi in Holland. We hebben daar 3 wedstrijden gespeeld en als eerste geëindigd. En dus beginnen we vandaag met het spelen van de halve finale. En we kunnen de teamstatistieken erbij halen om zo ons sterkste team op te stellen. Mannen zoals Hermans, Rodriguez en Jadi hebben hun plaats in de basis al dik verdiend. Jammer genoeg zijn niet alle spelers fit genoeg en dus heb ik nog niet het sterkste Antwerp neergezet. Maar ik heb vertrouwen dat deze team het even goed zal doen in de halve finale. Let's go! Goeiedag beste kijkers, welkom bij de halve finale van de European Interland Cup. Deze wordt gespeeld tussen 4 overgebleven ploegen, Royal Antwerp tegen Portimao en Exare tegen Roda. Bij ons krijgt u Antwerp Portimao, een ploeg uit Portugal. Ik ga geen moeite doen, want je kent er waarschijnlijk toch geen enkele speler van. Antwerp is aan de aftrap en de match gaat van start. 10 minuten ver, Antwerp heeft al zijn eerste cornerbeet. Van Dam kopt op goal, keeper kan nog niet redden, maar de bal valt in de voeten van Haroon. Die blijft kalm en legt de bal al snel in het net. 12 minuten ver en het staat 1-0 voor Antwerp. Een betere start kunnen u niet wensen. En daarom zit ik aan kapitein en maat. Come on, you Rits. Royal Antwerp blijft zeer dominant in deze match. Veel in balbezit en probeert mooi te voetballen. Maar Lorare grokt er juist niet aan. Opnieuw een corner voor Antwerp. En opnieuw Van Dam die sterk vooruit loopt en dat de keeper moeilijk maakt. Wat een tank. Antwerp helemaal in sync. Kunnen elkaar blindelings vinden. En opnieuw een kans op doel. Portimao wordt helemaal op eigen helft gedreven. Bijna een kans voor Hermans. Maar dan de bal wordt slecht weggespeeld. Olare kopt hem terug naar Hermans. En die scoort dan toch. Vlak op het einde van de eerste helft. 2-0 voor de Antwerp. Het zat eraan te komen. Slecht weggewerkt van de verdediging. En dat wordt afgestraft. De tweede goal voor Antwerp. En een tweede doelpunt voor favoriet speler Geoffrey Hermans. En daarmee sluiten we de eerste helft af. Antwerp verdient op voorsprong met 2 goals. En laten we eerlijk zijn, Portimao heeft geen schijn van kans. De hel van Deurne-Noord is overgewaaid naar Nederland. En Portimao stond in de fik. Tweede helft. Portimao probeert terug te voetballen, maar verliezen al snel terug balbezit aan een overmachtig Antwerp. Ze beslissen zelfs 2 topspelers eraf te halen om ze te laten rusten voor de mogelijke finale. En voor de rest gebeurt er niet meer veel en Antwerp beslist nog een laatste wissel te doen. Randrian Bololona komt erin voor Rodriguez. En deze jongen toont zich al erg gretig, want 3 minuten daarna stond hij compleet vrij en hij maakt het helemaal af. 3-0, dat noemen ze nou eens een perfecte wissel en Portimao zakt uit elkaar. Gelakt naar pudding. En in de 87e minuut probeert Antwerp nog een laatste counter af te dwingen. Limbombe stormt nog op doel af. Kan hij er nog een vierde van maken? Dat zeker dat. Ongelooflijk, maar deze wedstrijd was nooit een wedstrijd. 4-0 in de halve finale. Antwerp domineerde vanaf de eerste minuut en knalt zich op die manier in de finale. Waarschijnlijk de beste wedstrijd van Antwerp tot nu toe. Dit was een oefenwedstrijdje voor de finale en hopelijk gaat die ook even vlotjes. Wat een prestatie van de boys in red. Geoffrey Hermans wordt man van de match, maar genoeg spelers hebben ook hun meerwaarde getoond. Van Dam heel sterk in de corners en die toont aan dat we iets groots ontbouwen zijn. Maar dan is nog de vraag, wie wordt onze tegenstander in de finale? De andere match eindigde in een 0-0. Wat wil zeggen dat die werd beslist door penalties. En de ploeg die de penalties won was Roda. Inderdaad, deze kunnen zelf niet verzinnen. Maar Antwerp speelt de finale tegen de ploeg van Jorn van Kamp. De bronzen legend zelf. Maar is hij wel klaar om te spelen tegen de ploeg van Stad? We zullen er snel achter komen, want we vliegen los in de finale. En hier zijn we dan. Welkom iedereen bij de finale van de European Interland Cup. Deze twee ploegen hebben elkaar al eens ontmoet in dit toernooi en zullen opnieuw tegen elkaar vechten voor deze beker. We kijken naar de opstelling van Antwerp. Owusu terug in de spits. Stojanovic heeft zijn eerste basisplaats. Haroon opnieuw in centrale positie. Dit is momenteel het sterkste Antwerp. En als we kijken naar de opstelling van Roda, kijken we maar naar 1 iemand. Jorn van Kamp diep in de spits. Het toekomstig talent van België. Kan hij dragen zijn voor Antwerp. Van Kamp aan de middenstip en start deze spannende finale Royal Antwerp
tegen Roda. En net als de eerste match begint Roda sterk met een eerste kans voor Engels. Antwerp helemaal naar achter gedrukt en Roda dat erdoor wil met opnieuw een scheetkans van Engels, dat scheelde niet veel. Maar Antwerp laat zich niet onder druk zetten. Goeie passes leiden door goeie combinaties richting Owusu die neergaat en er wordt gefloten voor penalty. Opnieuw in de 13e minuut krijgt Antwerp een kans om als eerste te scoren. We zullen het eens bekijken in de herhaling. Ja, Tum stemt op de benen in plaats van op de bal. Ja, dat is los penalty, hè. Geoffrey Hermans neemt opnieuw de verantwoordelijkheid. Kan hij Antwerp de voorsprong geven? Ja, zeker. De keeper bewoog zelfs niet. Wat een droes. Hermans opnieuw de held. En al vroeg Antwerp op voorsprong 1-0. Roda is even van slag. Vindt de bomen niet meer in het bos. De verdediging klungelt. En Dari Shadi mist net de goal. Had al direct 2-0 kunnen zijn. Nu, Rodriguez krijgt hier wel geel na een beetje een vettige tackle, maar ja, weet je, dat moet kunnen. Hè. Roda probeert terug aan te vallen, wil de bal diep brengen bij de Van Kemp, die niet één keer wil trappen, maar geeft geen probleem voor Bolat. Ze krijgen nog wel een corner vlak voor pauze, maar opnieuw geen dreiging voor onze keeper. En dat brengt ons bij het einde van de eerste helft. Buiten de penalty zijn beide ploegen gelijkaardig. Enkel Antwerp heeft een streepje voor dankzij hun balbezit. Maar alles kan nog veranderen in de tweede helft. Roda probeert zich te wringen naar de helft van Antwerp, maar die staan heel georganiseerd en geven heel weinig ruimte weg. De ploeg van Nederland blijft pushen, passen hun weg richting de goal van Bolat en dan grokt Van Velzen erdoor en wil afleggen, maar Antwerp staat uitstekend te verdedigen. 76e minuut, Antwerp haalt zijn vermoeide spelers van het veld en twee nieuwe spelers komen de ploeg versterken. De fans buiten op hun nagels, geeft deze voorsprong nu niet de hand. Het is alles of niks voor Roda, vol in de navel, waardoor dat ze een kans geven aan Owusu. Keeper kan het nog redden, maar de bal nog altijd in bezit van Antwerp. Het gevaar is nog niet geweken. Antwerp blijft aanvallen. De jongens Otsara loopt weer al vrij, schiet op de keeper. Maar hier is Owusu en die prikt hem erin. Het is gebeurd. Hier komen ze niet meer van terug. Owusu geeft Antwerp de zekerheid van winst in deze toernooi. Heel Antwerp uit zijn dak. En wie had dat gedacht? Een onervaren tran dat direct 5 matchen ongeslagen is en zorgt voor prijzen. Wat een kerel, geeft een jongen naar standbeeld. Roda probeert nog zijn eer te redden met een kans, maar die vliegt ver boven de lat. En dat was het einde van deze finale. Royal Antwerp mag feestvieren, want het is de winnaar van dit toernooi. Zij waren de beste ploeg en klopten de Nederlandse ploeg met 2-0. En we gaan dan live naar de prijsuitreiking. Het is ongelooflijk. Kort na hun kampioenschap, terug naar eerste klas, opnieuw een beker erbij. Een paar weken geleden nog drama bij het verlies van hun trainer, maar daar heeft deze ploeg weinig last van gehad sinds de komst van de nieuwe trainer. Want hij bracht deze jongens terug samen, maakte er een team van en die werd de kampioen van dit toernooi. Een perfecte voorbereiding voor de competitie in België. Het kon alle kanten opgaan, maar de meest efficiënte ploeg heeft gewonnen. Man van de match gaat naar Owusu. Hij zorgde voor de penaltyfout en maakte de wedstrijd af. Dit zijn de winnaars van de Interland Cup in Nederland. Dus ja mannen, wat een start, dat hebben we goed gedaan. Hè. Direct een verse beker in de kas. Het bestuur was erg blij met onze winst in het toernooi. En dat zorgt ook voor wat extra transferbudget. En dat kunnen we wel gebruiken, want voor de competitie start wil ik een paar spelers een nieuw contract geven. Want het viel mij op dat veel goede spelers nog maar 1 jaar hebben in hun contract. En ik wil niet dat die in januari worden weggehaald door andere ploegen via een pre-contract. Dat is een contract waardoor spelers aan het einde van het seizoen kunnen weggaan en waar wij geen rotte cent voor krijgen. Dit gaat enkel bij spelers die in het laatste jaar zitten van hun contract. En voor talentvolle spelers zoals Jadi, die het momenteel heel goed doen, wil ik dat risico niet pakken. En daarom gaan we een poging doen om te onderhandelen voor een nieuw contract. Ja, ga zitten, dan kunnen we eens beginnen klappen. Jadi wil graag een rotatiespeler blijven. Daar heb ik geen probleem mee, dan komt er al geen gezaak als ik hem een keer op de bank zit. Sinds hij nog jong is, vol potentieel, wil ik hem liefst zo lang mogelijk houden. Wat denkt hij van een contract van 4 jaar? Ah, voilà, dat komt goed uit, hè. Perfect. Nu, spelers met een ontslagclausule kunnen voor dat bedrag zonder gezever gekocht worden. Ik wil niet dat dat gebeurt en ik dacht aan een clausule van 20 miljoen, dan kan enkel een grote ploeg hem afkopen en krijgen wij tenminste nog een deftige cent. Murdian Agent zegt, fuck dat, een clausule voor 1.250.000 is voor ons het maximum. Dat is bekend geld en als Jody dan potten breekt, kan elke ploeg die komen afsnoepen voor dat bedrag. Ik denk het niet. Weten, we schrappen die clausule. Als ze Jody willen kopen, dan moeten ze maar komen onderhandelen. Dat is oké voor hun, maar dan gaan ze hun salaris eisen aanpassen. Nou, zijn kies benieuwd. Dus, hij wil 1000 euro meer verdienen, dat valt nog mee, maar 3
64.000 tekenbonus en we gaan 50.000 om de team matchen. Dat is wat veel, hè, mat. We zijn hier geen Manchester City, hè. Lustert, ik geef aan 5.000 euro salaris. Dat is meer dan dat je vraagt, maar doet hij een tekenbonus maar al in de helft en je krijgt 27.000 voor 20 matchen. Dat lijkt me redelijk. Ah, dus je wilt minder salaris, maar meer tekenbonus. Dat verstond ik niet echt. Oké, nee, wacht. Ik blijf erbij. Je krijgt 5.000 euro salaris en pak dat je 45.000 bonus krijgt en per 15 wedstrijden nog eens 45.000. Come on, wat denkt je? Ah, voilà, zet dat door, Chiara. Dat komt allemaal goed. Jordi wordt een topper bij Antwerp. Ik ben blij dat we overeenkomen. En zoals dat je ziet, Jordi heeft een nieuw contract van 4 jaar. Die een tekenbonus vind ik wat overdreven, maar het is een goede jongen met veel potentieel. Ik denk dat we een goede deal hebben gedaan. En diezelfde onderhandelingen heb ik gedaan met Jurie Dekkevi voor 3 jaar, Lucas Stojanovic voor 4 jaar, Joaquin Ardiz voor 3 jaar, Stallone Limbombe voor 2 jaar en uiteraard onze beste speler van het toernooi, William Owusu, voor 3 jaar. Dus die spelers hangen al vast voor de komende seizoenen. Die geraken we al niet zomaar kwijt. Dus, dat hebben we dan afgehandeld. Binnen een paar dagen begint de competitie. Onze eerste match is tegen Anderlecht, dus tijd voor een persconferentie. Meneer Schubop, allereerst proficiat met het winnen van het Interland-toernooi. Wat vond u zelf van de voorbereiding? Wel, ik kon eerlijk zijn, ik was een beetje teleurgesteld, oké? We hebben verdiend dat toernooi gewonnen. De Antwerp heeft heel goed gespeeld. En we hebben een tweede beker in ons kast op een hele korte tijd. Dat is geweldig. Maar ik heb het gevoel dat we in dat toernooi niet genoeg getest zijn geweest. Het was soms gewoon te gemakkelijk. En als we de competitie gaan starten met dat in onze kop, met dat denken dat we een niet al goede ploeg zijn, ja, dan gaan we nog zwaar tegen de lamp lopen. Ik bedoel, ons eerste match is een topper tegen de Anderlecht. En sorry, maar de Anderlecht is geen ploegje van Holland. Dat is nog iets helemaal anders, vind ik. We hebben gewonnen, we hebben een beker, maar of dat we echt voorbereid zijn voor de competitie, ik heb het gevoel van niet. Antwerp heeft een heel zwaar schema. Wat is uw gedacht over Anderlecht? Goh, ik heb niet echt een mening, bedoel. Ik zeg het niet graag, maar Anderlecht is de grootste club van België. Het zijn kampioenen, ze hebben de beste spelers, veel talent. En de fans zijn het gewoon om te winnen. Als de Anderlecht de titel niet pakt, dan hebben ze een slecht jaar. Ik zie ze graag wel eens verliezen. En misschien had ik iets meer respect moeten hebben voor die club. Maar zoals je weet, paars is niet echt mijn favoriete kleur. Denkt u Anderlecht te kunnen overklassen met Antwerpse passie? Goh, ik denk dat we wel iets meer nodig gaan hebben dan enkel passie. Maar het is belangrijk dat we 90 minuten lang met die passie blijven voetballen. Zelfs wanneer dat we achterstaan. Nu, ik denk dat die match wel belangrijker is om te winnen voor Anderlecht dan voor ons. Wat bedoel ik daarmee wel? Als Anderlecht verliest, ja, dat is geen goede start voor hun. En mentaal kan dat wel eens voor problemen zorgen. Terwijl wij juist uit de tweede klas komen en we spelen direct tegen de kampioen van België. Als we die match verliezen, ja, dat is geen ramp. We moeten gewoon leren van onze fouten. Maar, allee, er is geen reden tot paniek. Nu, deze match zal wel een soort van teken geven hoe dat we het seizoen gaan starten. Als we winnen en punten pakken van een topploeg, ja, dat is de beste start dat we kunnen hopen. En als we verliezen, ja, dan staan we terug met onze voeten op de grond. Moeten we leren uit onze fouten en moeten we gewoon hard blijven werken. Al ja, mensen, we zullen wel zien hoe de match verloopt. Het belangrijkste is dat Antwerp terug speelt in eerste klas en dat we daar blijven. En met die persconferentie achter de rug kunnen we eindelijk starten. De eerste match van het seizoen op Den Bosch al tegen Anderlecht. Benieuwd hoe dat gaat aflopen. Je klant op Den Bosch al gericht, iedereen blijft. Het stadionboek valt, jawel de Great Talk leeft. Ze weten wat je bij ons aan, in stroot je het leger terug en hier te installeren. En al de andere clubs gewoon, shit man, de piste zijn er weer. Oké, boys, de eerste match van de competitie, Royal Antwerp tegen Anderlecht. En om hun opstelling te zien, zijn ze wel heel onvallend. Dus hopelijk kunnen we die mannen pakken op de counter. Ja, Boeta, goeie bal, jongen. En een veur. Counteren, mannen, counteren. Kom op, loop. Ah, dat is slechte passes, hè. Wat is dit? Hier moet er wel iemand staan, hè. En nog eens. Goed aanpakken, een dikke vee. Oh, de bal, jongens. Dat was de zieke aanval. Oh, mannen, defense. Pas op. Ja, heel rustig. Hoezo draait en trapt? Ah, dat is niet slecht. Brengt ze maar in verwarring. Kom op, er staat niemand. Afleggen. Hermes is er deur! Hermes!
Haremans is er door! Come on! Haremans! 1-0 voor de Antwerp tegen Anderlecht. Come on! 1-0. Come on, you Reds! Stedelijk gestart, het is 1-0. Maar ik zeg het, jong, Anderlecht, ze zijn niet top om te spelen. Aanvallend is dat gevolg, maar als ze een bal nemen, ja, dan kunnen ze ook niet aanvallen. En verdedigend staan ze echt niet goed met 3 man. Voorlopig nog gewoon proberen hoe we balbezit te houden. Komt allemaal in orde zien, maar dan hebben we van die kutpasses dat we niet mogen doen. En dan is het 1-1, hè. Zie je het? Ik was nog niet uitgepraat met onze tactiek en we hadden al stroom van de knikker. Je ziet, we mogen ons niet laten doen. We denken dat we heel goed bezig zijn, maar dan, ja, dan verliezen we focus en dan is het gebeurd, hè. Hoe zo'n goede draai, man. Allee, wordt neergehaald. Penalty. Altijd. We waren aan het aanvallen, maar fluitsignaal. Eerste held is gedaan. 1-1. Ja, man, ik heb er juist al gezegd, come on, die stonden zo aanvallend. Als die een bal niet hebben, dan kunnen die niet aanvallen. En die stonden met 3 van achter te klooien. 1 goede counter, ja, en we hebben een schot op doel, hè. We zijn goed bezig in balbezit, maar we moeten nauwkeuriger zijn met ons passen. Sneller in de counter en gewoon er gebruik maken van het feit dat ze weinig verdediging hebben. En er gewoon voor gaan. Ik heb het gevoel dat we hier echt kunnen winnen. Zie, hup, als die zo'n slechte pas geven. Hup, en gaan. Dikke vier, come on, man. Op we vlooien, jongen. Let's go. Come on. Up, afgeven. Hier naar beneden. Naar beneden. Come on. Rodriguez. Allee, dat duurt te lang, man. Blijf een aanval. Come on. Heb drie ruimte. Ja, dat bar. Oh, man. Come on. We gaan de deur geraken. Ik geloof erin. En er ligt door dan de wissel. Kumskop erop voor Trebel. Ik kan Jody wisselen met Dikke V. En ik kan Ardes erop smijten voor toch sneller die counter eruit te krijgen met de speeds. Roon, mij, ruimte. Owusu! Owusu! Owusu scoort! Ongelooflijk! Ik ga hem juist wisselen voor Ardes voor een snellere counter te hebben in de speeds. En Owusu, de tank zelf. Ja, ik weet niet hoe dat het doet, maar die is het geweldig. Heb opzij, vlug een beetje opzij, snel schieten. 2-1 voor Antwerp. Die mannen gaan nu vol een bak aanvallen. En wij moeten vol een bak verdedigen. Moet je niet doen door die snelle mannen hier? Ja, goeie bal, Corijn. Goed verdedigen, man. Blijven, kom op. Ja, oké. En die een bal bouwen. Die een bal bouwen, come on. Opnieuw gewisseld bij ons. Je hebt de bouwer getroffen voor Ndiaye. Beetje terug wat kracht erin. Bolat. Oh my. Dat is een goal geweest. Defense. Defense. Alles dicht. Kom op. Weer al. Bolat. Goeie kip, maat. De voorzitter niet aan het tweede paal. Oh. Ja, het is gebeurd. Antwerp wint zijn eerste match tegen de kampioen van België. Sterke actie. En ja, dat wat we al zien. Dat gaat toch wel de beste spits geworden van Antwerp. Royal Antwerp, Anderlecht 2-1. Het was spannend. Een zeer sterk Anderlecht. Heel aanvallend, maar zoals dat je ziet, onze strategie heeft gewerkt. Veel balbezit, zodat Sunny konden aanvallen. Op de counter, goals gemaakt en dan gewoon goed proberen te verdedigen. En hun eigen strategie is tegengevallen. Ik denk dat Anderlecht in Antwerp een beetje heeft onderschat. Kwam naar Den Bosch al mee, een heel aanvallende formatie. Dacht veel goals te maken, maar de Antwerp had daar de perfecte counterstrategie voor. En de beste tactiek heeft gewonnen. Onze beste spelers waren Haremans, Owusu, maar man van de match gaat naar onze kapitein Haroon. En voor de rest is dit gewoon de perfecte start voor Royal Antwerp. Wat een start van het seizoen, zeg. In de Chipoep heeft als trainer nog niet verloren, hè. Maar het is nog wat vroeg om te zeggen dat we goed bezig zijn. Het was nog maar de eerste match. Nog vlug de resultaten van matchdag 1. Genk en Brugge hebben gelijk gespeeld en Oostende heeft gewonnen met 4-1. En deze is dan de tabel tot nu toe. We stonden al in het groen, dat is een goed teken. En hopelijk kunnen we daar nog even blijven staan. En de rest is voor volgende keer. Het is best wel moeilijk om zo'n carrière kort te houden. Maar ik hoop dat je het niet erg vindt dat ze een beetje langer zijn. Volgende keer spelen we 5. Nieuwe matches zodat het een beetje vooruit gaat. Check zeker de vorige video als je dat nog niet hebt gezien. Of deze waar ik alle regels uitleg voor deze carrière. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Laat een like achter als je het goed vond. Voor de rest, merci voor het kijken. En nog een prettige dag.